in deze video. Hier zijn er dus veel meer. En even hier de steiger opgelopen. En nu in het water kun je ze dus ook al gewoon zien. Goedemorgen. Hallo allemaal. Hey. Welkom bij een nieuwe video. Ja, vanuit Curaçao. Lekker, ik heb zo'n zin in vandaag. Ik ben heel benieuwd naar vandaag. Dat ook. We gaan echt allerlei vette dingen doen. En we zijn er helemaal klaar voor vandaag. De drone is er klaar voor. We hebben, als het goed is, mogelijkheden om onder water iets te filmen. Dus ja, ik heb er zo'n zin in. Kijk die blijheid. Ja, dat is vet. Als ik echt een schildpad zie onder water tijdens het snorkelen, dan word ik echt blij. Ja, dat zou echt echt bijzonder is dat gewoon. Ik weet niet, ik vind het echt, ja. Maar dat gaan we allemaal zien of dat gaat lukken. Ja, eerst maar eens de auto starten. Ja. En dan richting de eerste stop. We gaan dus nog even weer een keer langs de Flamingo Hotspot. Om te kijken of dat er misschien nog wel meer staan dan gisteren. En om misschien even met de drone te vliegen, want gisteren lukte dat dus niet. Maar dat heb je in die video ook kunnen zien. Dus daar gaan we eerst naartoe. Flamingo's, schildpadden, twee mooie stranden. Of misschien wel, ja, ze vallen alle twee onder de categorie mooiste stranden van Curaçao. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, beloof dat. We zijn dus bij de Flamingo Spot, maar een andere dan waar we gisteren waren. En hier zijn er dus veel meer. Ik weet niet of je het zo kunt zien, maar hiervoor staan er. Daarachter en daar. Allemaal roze. Oh, ik zie iedereen vliegen. Ja, het zijn echt een heleboel. Het zijn er echt heel veel. Dit is echt cool. Ja, ik ben echt enthousiast hierover. Wow, dit is te grappig. Dit was zo vet. Ja. Holy shit. We hebben net heel even stiekem naar de dronebeelden op de telefoon gekeken van wat we hebben gefilmd. Ja. Maar dat was echt. Echt. Normaal, er vlogen er denk ik een stuk of 40, 50 tegelijk vlogen er onder de drone doorweg. Ja. Echt maar dat hebben jullie waarschijnlijk nu al gezien. Ja, sowieso wel. Maar echt dus, gaaf. Heel gaaf. En nu hebben we deze weer aangezet, Google Maps. Gaan we helemaal naar het noordwestelijke puntje? Ja, ongeveer. En dan. Ja, ja, inderdaad. Ja. Dan gaan we dus de schildpadden, hopelijk. Of de zeeschildpadden, hopelijk, in het water zien zwemmen. Ja, daar gaan we mee zwemmen, hopelijk. Ja, het zou echt heel ziek zijn. Nou ja, dat zou echt de dag zo nog completer maken. Dit was al een heel mooi begin. Echt een heel mooi begin. Ja, maar het is toch grappig omdat we nu op een hele andere plek waren dan gisteren. Ja, maar wel een betere plek uiteindelijk. Maar blijkbaar een betere plek. Ja, nou ja, alleen maar goed toch? Jij zegt, we zijn er over 400 meter en ik kijk naar links en ik zie me er toch een partij flamingo staan. Ik denk, gisteren waren er maar twee. Ja, dit was echt een ander plekje. En toen keek ik en dacht, nou, dit ziet er heel anders uit. Ja. We zijn dus op een hele andere plek. Maar blijkbaar dus veel beter, dus ik ben heel erg blij dat we hier ook naartoe zijn gegaan. Echt hè? Ja. En nu rijden we langs deze mooie weg, of op deze mooie weg.
Heel veel groen en heel veel cactussen en nice, I like it. Ja. Oké, ik ga me richten op dit. We zijn nu bij het strand waar we hopelijk schildpadden gaan vinden in het water. Ik ben heel benieuwd. We hebben al onze spullen weer hier. Onze snorkels, onze flippers. Zullen we die maar? Of er daar wel eentje zit, er zijn zoveel bijgevallen. Ja, er zijn zoveel mensen daar, dus ik vraag me af of dat er daar niet gewoon eentje is. Of er zijn gewoon hele mooie vissen, maar er staan wel echt heel veel mensen. Ja. Zullen we gewoon gaan kijken dadelijk? Ja, zien we het vanzelf. Ja, ja. Top. We zijn even hier de steiger opgelopen. En hier in het water kun je ze dus ook al gewoon zien. Ja, nu zijn ze toevallig niet hier. Zijn ze aan deze kant? Oh, daarachter is die ene. Komt hij aan. Oh, daar komt er eentje. Oh, wat links. Ja, hier. Recht voor je neus, meisje. In het water. Hier. La. Bijzonder, hé. Ah, wat een mooi is dit. Oké. We zijn weer even neergeplopt op de handdoeken na het snorkelavontuur. Hoe vond je het? Ja, dat was heel bizar. Gewoon de eerste 5 meter dat we het water in liepen, zat toch gelijk een schildpad. Van meteen één. Dat had ik echt niet verwacht. Het was gewoon meteen... Gelijk naast ons. Ja, wel echt heel erg mooi. Heel bizar. Heel cool. En ze zwommen ook echt. Ze kwamen best wel dichtbij. Ja. Ja, echt wel bijzonder. Ja, echt gaaf was het. Ja, heel bizar. Ja, wat cool. Het is echt schildpaddenhemel. Ja. Qua visjes is het heel leuk. Vissen was het heel weinig. En koraal ook. Ja. Best wel weinig. Maar daar krijgen we nog andere plekjes van. Ja, precies. En we moeten nog even uitvogelen hoe we die scherp op de video gaan krijgen. Ja, want je hebt dus met je telefoon wel wat ge... Ik heb gefilmd met mijn telefoon, maar hij zit in een waterhoesje. Ja. En het lijkt focus was niet altijd goed. De focus was op de vissen heel slecht en op de schildpadden soms ook niet zo goed. Dat was wel jammer. Maar we hebben vast wel iets wat een beetje oké is. Ja, maar we moeten even uitvinden hoe we dat gaan fixen. Ja, ja, komt goed. Dat is in ieder geval super leuk. Ja. Ja, echt tof. Nou, je hebt net kunnen zien dat er heel veel mooie schildpadden... En vissen zitten onder water, maar ik zal even niet mezelf te dichtbij gooien. Maar je hebt hier ook echt hele mooie, ja, soort pelikaanvogels. Ik weet niet precies wat voor vogels ze zijn, maar ze zijn echt enorm groot. En hier zit er eentje te chillen. En hier op de rots zit er ook eentje heel mooi. Ja, dit zijn echt mooie beesten ook, zeg. Kijk dan. Oh, wat een beest. Hij is echt mega groot. Sorry vriend, ik zal niet te dichtbij komen. Wow, wat vet. Wat een beest, hè. 2 seconds later. With frogs, cold night and the winter hot cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end. We zijn een klein stukje verder gereden en hebben nu echt een super gaaf uitzicht hierachter. Ja,
Ja, inderdaad. Daarachter waren we net. Bij al die bootjes daar. Hoe mooi ook, met het water. Het is gewoon zo helder en zo gaaf. En... ja, echt heel mooi. En we gaan dus hierachter, hopelijk als we plek hebben, of daar. Het is allebei, het is gewoon heel druk hier. Gaan we iets even lunchen met dit uitzicht. Hier zitten we met lekker uitzicht. En lekker eten. Heel lekker. Tenminste, ik denk het wel. Ik hoop het wel. Ja, toch? Eet smakelijk? Ja, ik ben er wel aan toe. Ja, ik ook. Ik weet niet wat er juist zit, maar ja. Heel veel adrenaline van de schildpadden. Ja, nou, we kunnen nu lekker eten. The darkness calling, like I'm afraid to love. No one can see me now. When the night is falling, I feel the darkness calling, like I'm afraid to love. No one can see me now. No one can see me now. Toen konden we hem gelijk kwijt. Ja. Maar in één keer stonden er 10 auto's in de rij. Ja, het is druk. Maar we zijn bij Grote Knip. Ja. Dit schijnt echt een heel mooi strand te zijn. Het is volgens de internet de meest gefotografeerde strand. Ja, ja, precies. Ja. Maar je kunt ook wel... En het valt ook onder een van de mooiste maar. Ja, precies. Ja. Dus ik ben heel erg... Je kunt hier al wel zien... Ja. Dat het wel echt gaaf is. Zullen we hier kijken? Ja. Het is ook... meer een local strand. Het is niet dat je strandpetjes kan huren en parasolen. Ja. Oh, blijkbaar wel. Ik heb niet gezien. Jawel, dat kan wel, ja. Oh, dat kon eerder niet, maar tegenwoordig. Ah. Ja, dat is wel echt mooi ook, hoor. Zeker ook met daarachter die berg op de achtergrond. Tof. Ja, heel mooi. Gaan we even kijken. Ja. Tim gaat dus daar van de rots afspringen. Ik ben heel benieuwd. Je ziet hem daar staan. Dat is nog best ingewikkeld, denk ik. Oh, helemaal aan deze kant. Gaat hij dan? Nog verder, naar beneden. Ah, ja? Ik denk dat hij gaat. Nog niet! Wat gaat hij doen? Is het nu zover? Ja. Ga maar dan. Hey. Was het lekker? Ja, dat is wel goed voor frissen. Ja, dat zal wel, ja. Nice. Ja, jullie weg wel heel veel naar beneden. Ik dacht, waar ga je heen? Maar je moet natuurlijk wel, want anders dan kun je niet goed springen. Ja, ik zag niet hoe goed het was. Oh. Dus ik denk van, als ik van te hoog spring... Ja, dat is ook niet goed. ...land ik op rotsen, want die lagen eronder. Ja. Ja. En ik raakte ook wel... in ieder geval toen ik sprong niet, maar toen stak ik mijn benen uit. Toen voelde ik wel de grond. Oh, joh. Zo, dat is best wel diep. Had ook niet heel goed gesprongen. Nee. Nice. Maar lekker. Gegeven. Ja, lekker. Nou, we zijn niet zo heel lang bij Grote Knip geweest uiteindelijk. Want zo, we zijn er gewoon 3 uurtjes geweest. 3 uurtjes. Oh ja, nee, zeker niet. Maar het was even op. Bij mij vooral echt gewoon moe en hoofdpijn en... verbranden ook wel echt flink op mijn schouders en dat, ja, dat voelt dan ook niet lekker. Dus ik had eigenlijk zoiets van, nou, misschien chiller om gewoon lekker naar het hotel te gaan om bij te laden. En toen we richting de auto liepen, toen kwam het bij Tim ook even. Ja. Toen kreeg jij migraine in één keer wel. Zware migraine,
Ja, dus dat geeft ook wel aan dat voor ons allebei eigenlijk even genoeg is. Ja. Nou ja, we hebben ook al wel best wat gedaan en gezien natuurlijk eigenlijk. Zeker wel gedaan. Ja. We moeten ook gewoon nog steeds wennen aan de warmte. Ja, het is gewoon echt warm. Het is gewoon 30 plus graden. En... Ja. Ja. We houden heel erg van actieve dingen doen, maar... Ja, als de temperatuur dan zo warm is, dan moet je er gewoon ook rekening mee houden dat je... Ja, zeker. ...niet de hele dag door kan. Nee, je moet gewoon even zon op de rem. En we blijven dan ook wel zoveel mogelijk in de schaduw en zo tussendoor, maar ja, alsnog is het... Ja, heel warm. Dus nu reden we weer terug. We kunnen nou wel lekker genieten van de airco en... Smoothie. Lekkere aardbeidssmoothie. Ja, heel chill. Lekker. En natuurlijk ook gewoon best wel leuk om... Ik vind die wegen wel gewoon leuk. Met lekker rond te kijken, een beetje de huisjes en ook de bomen en cactussen. En een beetje gebergte achterin. Nou ja, echt gebergte kun je het niet noemen, maar... Heuveltjes. Ja, dus dat is wel op zich ook prima even voor nu. Het is in één keer een paar uurtjes later. Het is donker. Wat is er gebeurd in de tussentijd toen? Ik weet het niet. We hebben keihard geslapen. Ja. En nu gaan we even eten halen. We staan nu bij de McDrive. Of ja, de Automac heet het. De Automac. Ja, dat wordt... nou ja, prima. We hadden echt even het nodig om bij te tanken. Ja, inderdaad. Dat hebben we gedaan en nu gewoon lekker chill eten. Het is 11:08. Oh, hij is... Ja, nu 11:08. Ja, zijn we naar de supermarkt geweest voor jou eten? Ja, ik heb lekker gehaald bij de supermarkt. En we hebben taart gehaald. Om te vieren dat we samen een dutje hebben gedaan. We beginnen echt oud te worden. Ja, toe. Nou ja, hè? Wel lekker. Moet kunnen, toch? Ja, zeker. Ja. Maar na vandaag was het ook al. Ja. Ja, we hebben gewoon een lange dag gehad. Zo. Wel heel gaaf. Deze dag, maar... Ja. Dat we kunnen straks nog even lekker met ons eten terugblikken erop. Nu mag je rijden. Yeah. Het is de volgende ochtend, maar we zijn helemaal vergeten om de video af te sluiten gisteravond. Dus, bij deze. Dankjewel voor het kijken. En... Tot de volgende video die wij in ongeveer 1 minuut gaan opnemen. Ja. Top. Doei doei.